De meisjes bezoeken Aruba een paar dagen en vliegen de volgende dag weer naar huis. Natalie en haar vriendinnen willen nog één keer alle remmen los. Bonte avond. En vragen Joran om mee te gaan. Die vraagt zijn vrienden Deepak en Satish ook mee. Ja, toen we uiteindelijk Cars & Charlies binnenliepen, was er inderdaad een grote groep studenten van Alabama aanwezig. Een paar meisjes die ik eerder in de dag had ontmoet, groetten mij. Ik had mijn ogen op een meisje die volgens mij Ruth heette. Maar ze zei zelf snel tegen mij dat Natalie naar mij op zoek was. Iedereen was op dit moment al behoorlijk dronken. Ik ging naar de bar en bestelde voor mezelf een yard whisky. Deepak en Satish had ik in dit moment al uit het zicht verloren. Maar toen ik me omdraaide, pakte een blond meisje me bij de hand beet en nam me gelijk mee naar de bar toe. Ze sprong gelijk op de bar, ging liggen. Hij zei tequila, tequila, tequila. En tilde haar topje omhoog en zorgde dat ik een tequila shot uit haar navel nam. Ik was zelf eerlijk gezegd nog redelijk nuchter. En die avond om 12 uur is Carlos en Charlie's gesloten. Ik vroeg haar of ze met me mee naar huis wil komen. En ze heeft me verteld van wel. Ik ben met haar samen de discotheek uitgelopen, waar Deepak en Satish aan het wachten waren. Ja, voor Joran viel die avond eigenlijk alles samen. Hij had natuurlijk een leuk meisje opgedaan. Die was behoorlijk dronken. Volgens vriendinnen had ze ook drugs gebruikt. Dus ja, leek best wel in te zijn voor allerlei avontuurtjes. Nou, dus Joran die had zoiets van, nu gaat het gebeuren. Het is bingo. Ik ga vanavond seks hebben. We hadden al gezoend en toen we in de auto stapten van Deepak zijn we door blijven zoenen. Ze heeft me zelfs haar hand onder haar rok laten doen. En toen ze nog haar vriendinnen zag, heeft ze nog haar vriendinnen gegroet. Zodat ze wisten dat ze met me mee kwam. Tijdens de rit heeft Deepak besloten een dvd op te zetten met materiaal dat eigenlijk niet voor dat moment correct was. Joran die reed met Natalie en Deepak en Satish reden ze weg. Die gingen over het eiland rijden. Joran hoopte natuurlijk dat de boel een beetje opgewarmd zou worden. Dat deden die jongens voorin door een porno-dvd op te zetten in de auto. En dat deed de sfeer eigenlijk helemaal omslaan. Want Natalie bleek daar niet zo gecharmeerd van te zijn. Dat merkte gelijk dat Natalie dat niet leuk vond. En ze van een moment naar het andere zei dat ze naar haar hotel wou. Dat ze niet meer met me mee naar huis wou. Maar Joran is volhardend. Hij wil seks en zet Natalie onder druk. Deepak en Satish rijden het tweetal naar haar hotel, het Holiday Inn. Als Deepak en Satish daar naar huiswaarts gaan, wandelen Joran en Natalie naar het strand. Toen ik op het strand aangekomen ben met Natalie, was ze in één keer weer erg lief met mij. Handjes aan het vasthouden.
aan het zoenen. We hebben een tijdje in het zand gelegen, samen. Ik begon mijn hand ook weer onder haar rok te steken. Ja, op een bepaald moment zei ze tegen me, ja, ik ben maagd, ik heb nog nooit eerder relaties gehad. En, ja, eerlijk gezegd was het mijn intenties om relaties met haar te hebben. Dus toch wat ik wou. Dus ik ben toch een beetje druk nog op haar gezet. Ik zei tegen haar dat het iets naturaals was. Maar van een moment tot het andere is ze me toch een knie tussen mijn benen gegeven. Ja, op dat moment heb ik gereageerd op een, ja, op een manier dat ik tot op de dag van vandaag spijt heb.